Klopt. Hij kreeg 9 jaar in België. En dat was voor zijn rol in de smokkel van meer dan 460 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Het merendeel van zijn straf heeft hij uitgezeten in België. Het laatste deel mocht in Nederland. Hij diende op eigen initiatief een gratieverzoek in. En die werd, tot zijn eigen verbazing en tot verbazing van zijn advocaat, toegekend. Waarom dat zo is, wordt in het besluit niet genoemd. Opvallend is wel dat het OM een negatief advies voor dat besluit gaf. Maar dat is dus niet overgenomen. De advocaat van Mats Meijer vertelt aan Eén Vandaag dat hij wel een vermoeden heeft waarom een gratie is verleend. Feitelijk klopt dat. Dus ja, deze kop van Weekblad Privé, Willem-Alexander haalt Mats Meijer uit de cel, ja, die is in principe waar. Maar dit soort verzoeken worden voorgelegd aan de rechter en het OM. Daarna neemt de minister voor rechtsbescherming een beslissing. De handtekening van de koning, dat is dus een formaliteit. De verantwoordelijkheid ligt dus bij minister Weerwind. Maar wanneer kom je voor gratie in aanmerking? Voor de zwaarste straf, levenslang, maak je bijna geen kans op gratie. Dat is in de afgelopen 35 jaar maar 2 keer voorgekomen. De minister wil dat die eindverantwoordelijkheid, dus voor levenslang gestrafte, niet meer bij hem, maar bij de rechter komt te liggen. Terug naar Mats Meijer. In een interview zegt de voormalige televisiepresentator dat hij na zijn vrijlating in de auto tegen zijn vriendin zei: geef maar een dot gas voordat ze zich bedenken. Maar kan de gratie worden teruggedraaid?